De stollingscascade wordt geactiveerd wanneer een bloeding optreedt na een verwonding aan een bloedvat. Weefselfactor in het subendoteel komt in contact met factor 7 of met sporen van factor 7a. Het verkregen complex van weefselfactor en factor 7a activeert op zijn beurt factor 10 tot factor 10a. Factor 10a vormt een protrombinecomplex met factor 5a dat protrombine omzet in trombine. Trombine activeert vervolgens bloedplaatjes voor het compileren van extra procoagulant enzymcomplexen. Ondertussen activeert trombine factor 8 en factor 9 om het intrinsieke factor 10 activerende complex op bloedplaatjes te vormen. Factor 10a hecht zich vervolgens aan factor 5a om het protrombinecomplex te vormen dat de uitbarsting van trombine propageert op de geactiveerde bloedplaatjes. Deze krachtige trombineuitbarsting zet efficiënt fibrinogeen om naar fibrine, dat op zijn beurt een net vormt om een hemostatische prop te stabiliseren. Bij mensen met hemofilie is het intrinsieke factor 10 activerende complex ontoereikend door een defect in de genen voor ofwel factor 8 of voor factor 9. Dit gebrek beperkt de trombineuitbarsting op de geactiveerde bloedplaatjes en resulteert in onstabiele stolsels en recidiverende bloedingen.